Le poisson, combien de parties? Trois parties. Le poisson, combien de parties? Oh. Trois parties. Allez, ah, citez-le, moutou. Liboumou. Les Hallo, Gilles. Hallo. Je suis Andy Kisema, sema De The Cool Show, The Afcon Show. Je suis avec Gilles, a.k.a. Cameroon. Mijn lieblingsspiel, c'est Salah. Et mits Alexander. <laughs> <laughs> Mooi, lans is verloren. Ik snap niet waarom ik je vleje laat zien, maar. Staan nou. die sterren voor nul punten of de drie. Wil je drie punten? Get your facts straight. Wil je, je, <laughs> <laughs> oh, wow. je, te je, je drie punten? Daarom werd jullie gevuurd op NPO, We Wat een Ethiopië, broer. Eerst de gima? Oh wauw. jij tegen wat Waarom ben je dan zo set? Bro, de hele tijd denk ik dat je is. Ah nee, we zijn je draad hè? Ja, jullie gaan eruit liggen. We gaan eruit liggen dus. Maar met drie punten kun je toch nog als beste derde? Nee, nee nee Zie, ik ben niet zoals andere mensen. Ik ben blij met een verliespartij en nee, ik wil doorgaan. Nee, ik snap dat je. Je kunt beide. Je kunt verliezen en nog doorgaan. Ze zijn bij de beste drie. Ze ja, maar... de beste derde soort. Déjà, we hebben domestanden van nul om te nog tegen Cameroen spelen als ze bestrijden. Min 1 oh, Maar je denkt we gaan... Er zijn veel ploegen die geen drie punten gaan halen. Denk je? Ik denk wel dat er een uh, paar ploeg zijn die geen punten gaan halen. Als ik even naar de groepen mag kijken, dan herinner ik mij dat er in groep uh, B, Zimbabwe en Malawi bij elk 0 punten, als die gelijk spelen, zie ik al een derde met 1 punt. Ik denk niet dat de Comoren veel punten gaan pakken. Hm, het is mogelijk. Uh, Hoeveel beste derdes gaan door? Drie? Uh, vier. Vier, ah, vier? Ah, we zijn kwalibro, rustig. Oh, oh. Ik, ik was zes. Ah, ik was zad. We zijn kwalibro, Rustig. Oh, Vitve, mm. Begin eerst over de, gima, de eerste game van vandaag. Snippet. Dat is mijn snippet. Také, We zijn Qualibro. Ah. Dat, <laughs> is... dat is mijn snippet voor de afle... oh, vier afleveringen. Dit <laughs> <kent. laughs> <laughs> oh. ja, is broer. Toch het, toch. Dat is boos, maar toch Ik denk. Tokens. Welke wedstrijd staat je aan het eerste bro? Uh, Cameroen tegen. Dat e is de enige wedstrijd die ik heb gezien, want uh, ik was, ja, was een busy guy. Dus eh. Uh, <laughs> nee, uh, we beginnen erover, uh, oké. Okay. Uh, eindelijk doelpunten, man. Eindelijk doelpunten. Dat is het eerste wat ik kon houden van die match. En Cameroen was echt goed. Like, we, hebben het al, we zijn het gisteren ook, maar het toernooi is nu echt begonnen. Mm -hmm. uh, twee keer toko, okam, toko Ekambi, twee keer uh, Boubacar. Yes. Dus uh, en, uh, ik denk niet dat Ethiopië. Ethiopië speelde wel de eerste helft. Tot de, tweede goal. Tot de tweede goal had ik wel het gevoel dat ze, ja, ze, gaven alles, dat ze ja. goed meededen. Maar ze hadden ook wel zo'n gevoel van: als we deze niet winnen, dan, dan is het dood. Mm -hmm. Als ze hier geen punt haalt, is het dood. Maar Cameroon is al sinds de jaren 70 ongeslagen op eigen bodem. Dus uh, eigenlijk uh, een directe uitslag. Maar dat is zo'n beeld op zo van. Ze, ze zijn lang ongeslagen om dan in, te, in de finale te verliezen. Ja, dat is dat wel zo'n zo typisch. Zo'n scenario: dat mm -hmm. wel een scenario. Om ja. zo in de finale te verliezen van Algerije of zo. Van hm. Gambia. Nee, nee, ik vond dinges gaat Tunesië. Collins Fey. Vanavond er nog die uh, Turkje assist, keer die zit Alleen de goal was wel een beetje op zijn naam. Hè? Wow. Ja, ja. Slapen, ja, de eerste hè? goal ja ja, die was een is shot al laat. Plan. Dat was na drie minuten al ofzo. zo. Ja. Dat was echt vroeg hè, ook de 1-1 al vroeg. Ik denk dat dat misschien de sleutel is tot meer doelpunten in het uh, in dit toernooi als, als de, de kleine ploegen eerst scoren. Had jij dat niet getweet? Uh, nee, maar ik wil dat best wel tweeten. Ah, nee. nee, ik had het gezien dat inderdaad. Om dat... Nee, Alex had dat gezicht. Of iemand had dat gezicht in een vorige episode. ik dat gaan checken? Uh, en dat dat misschien dan wel inderdaad het antwoord kan zijn naar deze. Dat is iets slim, Waarschijnlijk heeft Alex gezien. Nee, dat nee, was niet Alex. was Ik denk dat je dat hebt of zo. Nee, nee, je hebt dat iets gezien. Ja, nee, Annie, nee, Annie zegt niet weer slim. Je, je hebt dat gezien. Nee, nee, Marc-Janck nee, nee, was niet door de episode, ja. Nee, maar dat is sowieso. Als Cameroen eerst had gescoord, die gingen weer op hun. Hij leest gewoon spelen: van ja, jullie moeten komen en dan gewoon terugkanteren. Dus ik denk dat het wel logisch is van, als ze echter staan. Uh, mm -hmm. Tot nu toe is uh, Boba Karr voor mij wel de man van het toernooi. Weet je, Meme Fok? De discipline die hij heeft als hij doelpunten weert. Welke? De discipline die hij heeft als hij doelpunten weert. Hij vergeet nooit die. Illuminati. Nooit, nooit. En, en, en de manier waarop hij zo die, die jump doet en die slag zo. Veel voetballers is zo verkeerde timing. Maar uh. hij, zo die, hij loopt, hij maakt een cirkeltje, hij doet die. Wow, snap, je dat is snap je echt zo? Ja, de perfecte uh, timing, dus snap je? op de juiste hoogte. Ja, Dat is mooi. Nee, maar ik was echt verbaasd van hem eigenlijk, hè, want ik had, niet, ik had niet, verwacht dat hij zo ging presteren op deze afkomst, maar hij is, hij is, sterk bezig. Hij is, hij is, hij leidt zijn land echt. Hij is dominant uh, in de zestien. Um, heeft ook een aantal kansen gemist in de eerste wedstrijd, maar laat zich daar ook niet, door uh, doorhangen en is ziet inderdaad een goede een, een goeie afkom en hij zit nu aan vier doelpunten wel. Echt een spits toch wel inderdaad. Ja, maar de hij, Inderdaad, maar ook gewoon de service dat hij krijgt, Aankomen in de box. Inderdaad. Mooi, hè? Ja. Zien we ze nu als uh, een van de favorieten? Nu, de, deze. Maar ik denk dat ze bij ons wel in onze. Allee, want bij de preview-show dat we hebben gedaan, de hele korte preview, waren ze wel in de top 4, omdat ze natuurlijk ook wel gewoon uh, thuisland zijn. Ja. Maar uh, ja, als je ziet met hun spel en inderdaad ook gewoon het, 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 de intensiteit dat ze brengen, uh, de, de aanval dat ze creëren en ook gewoon. Ze blijven wel ja, doorgaan en thuisvoordeel. Inderdaad, ze zijn wel een van de. Favorieten, denk ik toch wel? Ja. Samen met wie dan? Op het eerste land al 100% zeker is van uh, kwalificatie nu met die ja. met 6 op 6. Dus, uh. Maar wie, wie zie je dan als favoriet? Buiten Cameroon? Ik had op voorhand Algerije nu eerste match heeft me een beetje teleurgesteld. Mm -hmm. uh, ik zie Nigeria ook heel ver geraken. En um, Marokko niet? Nee, Marokko zie ik geen, uh, geen toernooi winnen. Ja. Ik, had, uh, ik ben benieuwd als Senegal in het toernooi begint te groeien. Als de jongens allemaal terugkomen van COVID, want ik zeg dat er nog steeds uh, 50 gasten positief waren op COVID. Mm -hmm. uh, als die op tijd hun, hun guys kunnen recupereren. Het no, is van mij Nigeria, Algerije en, uh, en Cameroen dat het meest overtuigend waren momenteel. Wie was bij u? Nee, ik denk, ik denk wel een, een, een Marokko. Ik denk gewoon puur. Uh, ja, Die waren ze, niet, slecht, die waren die waren niet slecht. slecht. Maar Marokko heeft zo de, heeft zo de mannen die het kennen het zoals het niet moeilijk je kunnen ze het doen. Mm -hmm. Goede keeper ook. Dat mm. op veel grote. Boeken. Ja, dat wel, maar ik vind, denk dat ze aanvallend niet genoeg hebben. Nee? Nee. Spita. Ah, echt Spita. Spita. Ik ja. denk, denk dat dat verschil is, maar ik kan in andere landen, is dat ze hebben, denk hetzelfde met Nigeria ook. Ze hebben echt een aanvaller dat kan scoren met Hea Nacho en uh, Abu Bakar. Mm -hmm. Maar ik denk dat bij andere landen, dat je vaak ziet dat ze toch wel een echte pure neef missen. En een echte killer bedoel ik. Hè? Ik denk dat Mané dat misschien nog wel kan worden voor Ja, hem. maar ik, ik denk dat Mané, nooit echt ook bij Liverpool is nooit echt een killer geweest hè. Hij is nee, iemand nee, die is, veel kansen nodig heeft. Nee, is die 8 doelpunten op een toernooi gaat. heeft. zelfs 6 doelpunten op een toernooi Nee, hij kan dat wel hè? maar van de zes dat hij dan zou scoren, hoeveel Allee, dus van de zes ah, dat hij ja, scoort, hoeveel penalties. zou hij dan moeten scoren, snap ook je? Ook al drie penalties waarschijnlijk. Snap je? Ja, ja? ja, dus wie welke welk land heeft echt een killer? Zelfs bij Algerije is Slimani een goede spits, maar hij is echt een killer. Was die nee? minister er niet bij, anders zou ik hem hebben gegeven voor Nigeria. Maar ze, terwijl ze zo... hebben Ayanachal, nee, dat is nee, al nee. een heel deftige spits spits. En Awenji uh, ook, dat is eigenlijk ook een, een, een heel deftige spits. Uh, maar echt, grote spitsen zijn er momenteel ook niet op het Afrikaans nee. continent. Hoor. Ik denk dat we met Salah, Mané, Marès vooral de, de, de flankspelers hebben die, die het ja, gevaar kunnen creëren. Maar, ja, uh... Echt een is? Nee. Uh, El Nesir, van Sevilla, is bij Marokko, maar die heeft uh, niet gestart. Hij dus, heeft uh, niet gespeeld, ja. Uh, Covid? Uh? Ook oh, Covid, ja. Ook oh, Covid ja ja, 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 Misschien als hij, als hij terug is. Maar hij spreekt hij zoveel bij Sevilla? Ik heb, zijn, uh, ik heb zijn ding hier, denk ik. Ik, ik ken ik... de statistieken niet van buiten, dus daar kan ik niet over uh, oordelen. Ik ik, maar, wel. ik zal het eens snel opzoeken. Uh, ik had ik het had voor het nooit opgezocht. Hij had een transferwaarde van, van iets meer dan 20, 20 miljoen. miljoen. Ja. 40 miljoen. Ja, ik zit op transfer. Ah, maar, eh. maar dat is ook wel een speler waar, waar veel over gesproken wordt. Hoor. In de Champions League heeft hij één assist in twee wedstrijden. dus oké, okay, daarom kunnen we niet baseren. Nou, twee wedstrijden moet je niet kunnen baseren. En uh, in La Liga heeft hij in acht wedstrijden drie goals en één assist. Dus dat va. Mm -hmm. 50 maar, 50 maar het is niet om procent, te zeggen dat uh... er echt grote killers aan zijn. Ik denk dat momenteel de beste spits van het continent is, dus het is jammer dat hij er niet bij is. Ja, ook jammer, ik, jammer in Onoacu, die nu net een gouden bal won. Jammer dat hij er niet bij is. schoen ah gouden schoen nee. Ja, al gaan we kunnen daar Zeker? even heel, over, uh, praten. heel kort over praten voordat we naar de volgende wedstrijd gaan. Aangezien o, dat die link toch is gemaakt. Uh, dus jullie hebben gisteren gesproken over Onoh dat hij de gouden schoen heeft gewonnen. Uh -huh. Nu, uh, we zien een aantal statements van Noah Lang. Uh, dat Hij zei van ja, we weten allemaal wie dat de beste speler is in België. Um, wat dat niet helemaal wat dan niet fout is per se. Maar je komt een beetje bitter over in, uh, in dit soort statements te maken. Maar ik begrijp wel van waar het komt. En vandaag had hij ook nog iets gezegd, wat uh... Ah ja, dus, uh, hij zei, no. sorry. Hij zei van, ik win liever, uh, ik bespeel liever kampioen met Brugge dan dat hij de schoen wint. Ja, dat zijn allemaal geen verkeerde statements. Iedereen zegt hè? altijd hè, dat je liever de ja, titel pakt dan, je, dan individueel. Dat is een beetje perfect. cap maar. Maar ik vond, het, ik, vond het, ik vond het hard dat hij die statements durfde maken, man. Ik ben, ik ben blij dat er nog jongens zijn die die mentaliteit hebben van, ik ben beter dan wie er ook gewoon heeft en ik ga, ik ga het wel bewijzen. En... Hij zei ook in, uh, in een interview van een paar maanden geleden: zei ook van, Ik geloof dat, dat, mijn, dat mijn plafond de absolute top is. En ik hou er van, man, die, die, die grinta dat die moet er zijn. Ik bedoel, vroeger zeiden we ook altijd dat uh, spelers als Ronaldo, Rooney, Tevez, Ibrahimovic, uh, Mbappé, Henry, Drogba. Dat waren allemaal eikels, zoals je die waren allemaal arrogant. Maar die jongens hebben, hebben dingen gewonnen. Nee, klopt, jongens man. zijn dingen gaan winnen. En ik denk, zonder, als hij die mentaliteit niet heeft, dan gaat hij sowieso de top niet halen. Maar als hij die heeft en kan omzetten in ja in, in een output dan gaat die jongen inderdaad dat ophalen want puur op talent is dat een van misschien wel de beste is inderdaad ik, de beste ik speler, heb hem en charles de Ketelaar momenteel qua talent als beste spelers maar, in wat mij meest aan zijn coach was van ja hij sprak over ja een had 94 had 94 doelpunten geschoten voor het seizoen maar dit jaar was hij minder goed bezig ik weet niet of dat zijn echte coach waren maar dat is wat ik heb gelezen op uh, voetbalvlietsen.nl <laughs> um, maar uh, het ding is dan wel, oké, okay, ja, hij zegt van ja, mijn statistieken zijn beter, ja bro, maar dan wil ik dat jij dat aan 34 breekt. Als het toch zo. Ja, dat is iets dat je een beetje weg van je van, ah, hij 34 ja. gescoord, dus hij heeft dat wel verdiend op de eerste helft, maar ja, bro, dat maakt niet uit. Het 34 doelpunten scoren in een, in een, in een seizoen is, is moeilijk. Ziek. snap je? Dat is, ziek, is moeilijk. Plus, ik ben altijd een grote um, criticus van Noah Lang, net omdat ik geloof dat hij wel zo goed is als dat hij denkt. dat hij Maar is. hij neemt dat niet zo serieus, vind ik. In België niet meer. Maar, maar. Ik, heb, ik, heb zo, ja, ik heb ook het gevoel dat hij al. Ik had dat gevoel al in januari vorig jaar dat hij onder zijn niveau speelt in België. Klopt. Op het moment dat hij, dat hij echt elke match bijna een doelpunt en een assist was aan het geven. Ik weet, ik weet dat dat in het voorjaar denk ik, van dit mm -hmm, jaar was. Mm -hmm. Toen had ik wel zo'n gevoel van: oké, okay, die moet in de zomer weg. Nee, dat hij nu zoiets heeft van: die is ook heel veel met het publiek altijd bezig. En persoonlijk vind ik eigenlijk niet dat hij vijf goede wedstrijden heeft gespeeld in de competitie tussen, uh, tussen september en nu. Dus mm -hmm. daar heb ik wel zoiets van: mocht nog iets vaker laten zien en dan dan matcht het jou snap je? Ik denk dat dat voor hem heel gevaarlijk kan zijn als hij nu naar een ploeg gaat, naar het buitenland, bijvoorbeeld, hij pakt een gaan naar de league 1, bijvoorbeeld. En het is daar voor hem te gemakkelijk. Ja, je kan niet zeggen na een jaar, oké, okay, ik heb mijn jaar bewezen, of ik heb mijn twee jaar bewezen. Ik stop nu met te presteren, want ik kon mijn move hebben. Nee, je nee, moet dus. gewoon blijven, bevestigen. bewustig. Consistent. Dat is het ding, zo van, als je weet van je bent de beste, bro, kill elke wedstrijd, van. Dat moet overduidelijk zijn. En we weten dat hij de beste is. En ik hou ook akkoord dat hij de beste is. Maar maak het nog overduidelijk. Snap je, zo van. Dit, een periode dat hij de beste was in, in de Premier League, dat kan je echt zien van elke keer van, joh, Ik ben hier de beste gewoon, snap je? Ja? Mm. En je kan niet zeggen van oké, okay, nu ga ik een lange periode niet presteren. Want ja, natuurlijk gaat er dan kritiek op jou komen. consistentie moet er zijn dat als je, moet blijven dat je zijn. bij de beste wilt worden. En dat kan je nu opbouwen mee, inderdaad. Pak gewoon je stats en probeer zoveel mogelijk je waarde te pushen en, en, en een een betere transfer te gaan fixen. Want op die basis van dit seizoen de helft ga je zeggen oké, okay, je was heel goed vorig jaar, maar dit jaar... Neuvel, ik, vind dat... ik vind dat veel minder. Misschien een muur geraakt. By the way, nog iets helemaal anders. Um, ik heb de tweede wedstrijd niet gezien, daar kunnen we het ineens over hebben als, als ik dit punt heb gezegd. Yes. Ja. Maar uh, ik heb de tweede wedstrijd niet gezien, maar volgens Footmop was uh, Koffie de man van de match. Ah ja. van oh. Burkina Faso. Ah, ja. Ah, ja. Um, ik, ik snap trouwens niet hoe hij niet de keeper van het jaar won. Ja, maar nee, kijk, ah, ja. sowieso. ik ja. is Jij bent een vrouw Jij bent een fraudeur. Sorry, team. Hij gaat nu mijn level achter zitten. Hij is een fraudeur. Nee, hij is een fraudeur. Ik vind hem echt niet hard, man. Nou, ik vond hem dit jaar sinds de zomer vind ik hem ook. Mijn mijn probleem is gewoon, Maar hij is wel, hij is er, maar hij is veel fouten gemaakt. is hij wel de beste keeper in België, maar Koffie heeft beter gepresteerd. dit jaar. Bro, voor mij is aan bevissing als Benson hier komt en hij zegt deze man is koud bro, mijn penalty is goed niet met hem één op één staan, dus voor mij is een bevissing van ja, dat zijn gewoon een heel harde keeper, zeg maar. mm -hmm. en hij heeft ook vandaag laten zien. Hoe tegen... was de match van vandaag? Hoe was de match Brian? Kijk, is, ik, ga eerst, ik ga eerst, proberen neutraal de wedstrijd uit te leggen. Yes. Uh, de eerste 25 minuten waren wij de dominante ploeg, maar we creëren niks. De tweede, dus ja, vanaf 25 minuten tot de halftime uh, neemt uh, Burkina Faso het over. Daarna scoren ze, verdienen doelpunten, doelpunt, kan ik kan niks zeggen. Tweede helft, de hele helft waren we beter, ik kon niks horen van niemand. Ook niet van Wassim Deja, jouw ploeg heeft nul punten, dus ik kon niks horen. Ja beste speler speelt voor Manchester United in de belofte, ik kon niks horen. Maar, dan bro, en dit stoort me aan fucking Caravaggianse voetballers, bro. Waarom is het 60e minuut, je staat één hoe achter, en deze man... Zo die, ah, ik weet niet hoe het uitlegt. Je doet een reverse bowrol zo. Dus, en Guy had daar ook er straks bij Cameroon, hè? Bro, maar nee, Zij stond de voor. stonden 4-1 voor. Die stonden toen 2-1 voor en hij heeft ah, 3-1 voor. En dat was er voor vroeg. Wij stonden 1-0 achter. Ah. Bro, er is geen drukken. Hij moet reverse, reverse bowroll doen. Dus ja, ik, ik vraag, hem, ik, ik vraag me now, gewoon af. Was dat in een dribbel? of? Bro, er was niemand daar, bro. <laughs> <laughs> er was Kein, <laughs> niemand. Geen druk, niemand. <laughs> was Kijk, we wachten op een voorzet. Spitter kijkt zo. Hij moet bowrol doen. Ik denk, bro, wat de fuck ben je aan het doen? En daarna... Was dat die je, guy die vorige keer had gescoord? Je, je, ja, dat was hij. Dat was hij hij, hij deed, Bro, hij had dit is de Olympiacos, relaxeer jezelf. <laughs> bro, daarna... Of het, dit heeft mij gek gemaakt. Ik zie elke gimme afkomen. Elke gimme wordt een guy van het middellijn scoren. Ik begrijp niet waarom. Ik begrijp echt niet waarom. Bro, dat is hype, man. Bro, man. we hebben bal be in middenveld. Omschakeling. Je kan Spita wegsturen. Hij zegt... Nee, ik ga trappen. <laughs> nou, no, no, maar ik ga eerlijk zijn. Zit Andy in een touch van Rwanda? Hij gaat ook trappen van op 50 meter. Bro, Ik denk deze maar, maar, Zil, we staan één hoe achter, bro. Snap je? En dan. Bro, en dan, en dan deze coaches, bro. We spelen, dus we spelen uh, een, 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 een 3-5-2 in, in, in balbezit. Hè? Dus dan moet je zogezegd twee hoge backs hebben. Maar geen. De rechtse back, hij komt niet hoog. maar Massafa, ik begrijp. Hij zei fuck niet. Want onze linkse wingback is zo eigenlijk een elf. <laughs> zo, we moeten hem daar maskeren. Dus ik begrijp van, ah, je pakt mm. een defensieve back en een aanvallende back. Safa, dat begrijp ik. Maar dan, bro, Burkina Faso bouwt op. We hebben twee spita. Deze spita is twee meter langer, langer dan Onuatschu, broer. Deze man kan niet lopen. Nee, nee, deze man kan niet lopen. Hij staat. Oh, je bent een zotte rat dat drop is. Doe maar, doe maar. Go hij, off, staat... Queen. hij staat spita. Onze andere guy, ik weet niet. Hij staat ook spita, maar ik weet niet wat hij doet. Dus dan, onze coach zegt: Ah, twee man, plus vier middenveld, plus vier verdedigers. Dan, onze backs schuift niet op, blijft gewoon echt. Dus met andere woorden, die hun voorste drie staat gewoon te stalleren tussen drie man. Onze bakvijf onze bak staat gewoon zo te saleren. Niemand komt druk zitten. En daarna, bro, in bal zit. En dit vind ik echt meesterlijk. Normaal gezien, back drie. Eentje schuift in. Dat je, over, dat je overtaalt in het middenveld. Mm -hmm. Of eentje iemand zegt terug. Nee, nee. Onze elf staat daar te daar. denk, hij is aan het wachten op een cocktail of zo. Onze, onze andere sputa staat daar. Nee, maar bro, je lacht, hè? Wow, Go of mag, queen. Je lacht, Go of queen. Bro, ik ben. Ah, oh, puta. Dat is het ding dat frustreert me zo. Van, hoe kunnen jullie. Die zeggen, je begrijpt niet onderlinge afstanden. Ik begrijp het niet. Weet je wat we gaan doen? In de zomer van 2023 is de volgende afkomst in voor toch? toch? Deze maandag naast stoel. Nee broer, dat nee, moet. nee, ik zweer het. Ik solliciteer nu als, als tactische analyse guy bij, bij Café broer. Want de <laughs> shit alweer. Nee broer, kan niet, man. Broer. Dat zijn linies van 20 meter door elkaar, broer. Kan toch niet, broer? Dat is geen ik de grappigste speler. Oh, nee, nee, maar ik broer. moet eerlijk zijn: dat is wel een trend in deze afkomst. Dat heb gemerkt: de linies staan altijd zijn heel ver Het is linies, broer. Nee, de linies staan ver uit elkaar. Je hebt, je, hebt, je hebt defensie, aanval. Nee, nee, maar, nee, nee, ik vind dat de ploegen die verdedigen, vaak nog vrij compact kunnen staan. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat de ploegen die aanvallen heel ver ja, broer, uit elkaar staan. He, Verdedigingen he, staan ja, achter broer. de middencirkel, ja. spitsen staan, staan tegen, de, tegen de 16 en zo. Het is, de linies worden heel lang. Gehouden. De grappigste speler was in nummer 11, man. Broer! Nou weet je wat met kilt? Rodrigues als kiltcatchspeler. Hoe kan je, je een grappigste catch, speler? Hebben. Huh? Het, maar, zeker, maar. Nee nee nee. Hij, hij gaat zich. Hij weet wat? Broer hij maar ik... maar is niet. Broer op. Het <laughs> is fit. vet. Waar de kans broer? Hij staat zo. Drie drie. Hij staat als. Drie, is dat, is drie is keer hetzelfde. Wacht wacht wacht. Deze de eerste kans die die spits je gemist. Je zure broer. Je kon iemand halen. U 11 en ging die prikken broer. De bal komt <laughs> midden. Broer zo aan de penalties typen. <laughs> ja. Deze zijn niet op doelen. Bom maakt niet. uit. Er is een moment, bro. Ik word echt gek. Hè. Ik ging hier alles kapot gooien. Echt waar. Ik, gewoon met respect voor het team zijn materiaal. Als ik het alles kapot gooien. Daarom dat hij zo'n zo is. Bro. Zo bro hij staat aan de rand van de backline. Eén op één. Spita staat aan de penalty-steep, alleen. Ik roep 45, broer! Echt zo. Een goede 10 seconden. Hij staat alleen. Ja, hij moet fan doen. Heel tijd fan, fan, fan. En dan haak je pas op de man. En dan, bro. Deze mannen beginnen geen vista, broer. Ze willen... ah, oh, puta. En die staat daar, hè. Ik sta hier. Man staat daar. Andy staat daar Nee, Nee, je moet zo passie en Andy gaat helemaal rondlopen. Ja, mooi in de En dan, laatste ding. En dat is allemaal die nummer 11. Allemaal deze nee, Laatste ding, laatste ding. Ons Onze centrale verdering is... denk ik. Ja, hij speelt voor... Gary Rodriguez of Ja, Gary moet Ah ja, bro. Broer, laatste ding dat ik ga zeggen. Andy, als je met meisjes ooit traint, en je moet hun zo ooit leren, zo, hè? zwaarte van de pas. Dat betekent, als je iemand diep stuurt, die mag niet te hard aankomen of die gaat van het veld, snap je? Dus wat doe je? Je ligt een potje, je gaat 20 meter weg staan, je zit, geef een pas en de bal moet zo dicht mogelijk bij het potje stoppen. Broer, als wij dit doen, ik heb 40, je, je twee weken, broer, we gaan een goede pas kunnen geven. Want elke keer lange bal, buiten het veld, bal komt bij de keeper aan. Oh putain, Gilles, wat je wacht die koffie, hè? Hij komt elke corner, elke voorzet van. Plukken, plukken. Hij komt Plukken. plukken. Weet je wat wij zeggen? Ah, we gaan nog een voorsteltje hebben. <laughs> oh, <lachar, lachar. laughs> ah, ik ben klaar. Ik ben klaar, ik ben klaar, ik ben klaar. Ik ben klaar, ik ben klaar. Ik ben klaar, nee, nee, ik ben klaar. Ik ben klaar. Ik ben klaar. Wat <laughs> je van de tegenproef? <laughs> Fuck Burkina Faso, broer. Burkina <laughs> Faso heeft van... Um, laten we zeggen, minuut 30, tot, uh, ja, tot eigenlijk... De, de laatste stuk van de eerste helft, hebben ze eigenlijk echt gevoetbald. En daarbij was echt zo mooi hebt echt mm -hmm. die press naar voren, uh, met uh, Tapsoba die echt ja Tapsoba maar Leverkusen ja. Oh, Oh, word je geknald door een de centrale Wat <laughs> is uh, was was nee, hij ja, goed? was nee, nee. 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 hij <coughs> was Madden. <liet. coughs> <Die>, <die, coughs> was madden, was was niet slecht nee hij nee van City uit in nee was slecht Hij is was niet goed was is was niet goed was niet goed was niet was niet goed was niet was was niet goed ik, ik, weet je wat ik uh, echt irritant vond aan hem? Hij zo'n rare timing van overlap doen. Van, ov van overlap op, op zijn flank. Wat rare timing van, van, van man volgen dus te Was het zijn timing was het onze timing? I don't know, snap je? Ja? Nee, maar... Weet je, het ding is gewoon van... Ik vond dat... Ik, 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 ik vond dat gewoon een grappige match, omdat... Voetballend, dat was niet echt het probleem. Het probleem was echt tactisch, man. Tactisch was... Dat was zo shit, langs Cap Verde, dat Burkina Faso eigenlijk niks moest doen. Die moesten echt gewoon wachten van oké, okay, we krijgen de bal. En het grappigste was ook nog van ja, die komen dan twee, drie keer dan in counter Eén uh, tegen één, of die spelen drie of tussen uh, drie tegen vier, mm -hmm. verliezen de bal. Maar ik zo. Oh. Een zwart dus. Meester, Meester, mij nog iets zeggen. Ja? Uh, maar uh, uh, wow. Cape Verde had wel negen uh, speels, oud met uh, COVID. Dus, uh, en en, en het, was ook, het was ook te warm, zo snap je. Dus, uh, ja, het was warm. We ja, zijn aan ander klimaat, gewoon eilandboys. We hebben meer wind. Okay. Als je dit ziet. <laughs> ik heb geen naam gezien. Ah nee, maar dat was een leuke wedstrijd. Man. Anyways, morgen zijn er nog vier wedstrijden. De eerste wedstrijd is Senegal-Guinea. Uh, wat verwachten we daarvan, boys? Ik hoop dat Guinea drie. De, ze, hebben alle, ze hebben allebei drie punten. Mm. Ik denk een gelijkspelletje. Een gelijkspelletje? Ik heb gewoon het gevoel dat als Senegal terug speelt zoals uh, de eerste wedstrijd. Ah, dat ze is dan niet verliezen. Scoren. Nee, dat ze gewoon gaan verliezen. Ah, we zijn kwali, Ik, ik ben boos, maar we zijn kwalij. Um, ik denk dat het een gelijkspel gaat worden, omdat ik uh, heb gezien dat Senegal wel moeite heeft gehad. Om echt fatsoenlijke kansen te geven. Ze zijn wel de betere ploeg. Maar uh, ik denk dat Guinea gewoon weet van als we nu een puntje pakken. dan zijn we waarschijnlijk gekwalificeerd. Mm -hmm. Als oftewel tweede of de beste derde. Yes. Dus ik denk dat zij gewoon de laatste, die wedstrijd echt gaan barriceren. en in de laatste wedstrijd zal ik al waarschijnlijk wel winnen. In die groep is er ook nog Malawi-Zimbabwe uh, onderling. Het zijn de ploegen die denk ik voor een derde plek gaan spelen. Uh, verder zijn morgen ook twee wedstrijden in groep C. Marokko speelt tegen de Comoren. Wat verwachten we daarvan? Oh, een goede 2-0. Ik, ik gun het de Comoren man. Ja, maar, een ja, maar ik ben watcher, dus. Ja, ik ben watcher. Maar en, en ik ben fan van die guy. Ik zeg het, ik blijf, ik blijf. Ik blijf de video van hem bekijken. Ik blijf dat bekijken, man. Ik ben echt fan van hem. Ik, ik kun het. Zeg, soe, oh, Nee, maar. F, allez, re, je moet realistisch zijn. Ik denk. Allez, als je echt naar kwaliteit kijkt, Marokko. Ja, Marokko is beter. Nee, sowieso. Maar je kunt het komen zo maar op een briefje. Hang, het hangt af wie dat er allemaal terugkomt van Marokko. Mm -hmm. uh, en dat moet je ook zien als bondscoach. Breng je die boys die van COVID-isolatie, want ze hebben niet kunnen trainen, dan, of misschien apart moeten trainen, ik weet niet wat de regels zijn. Maar ja, ze hebben niet kunnen trainen. Breng je die dan meteen terug in de basiselftal? weet dat ze geen ritme hebben. Want nu is hetzelfde met Gabon ook. Hè. Aubameyang mag terugspelen. Ja. ja, start Le je met de beste spelers? Zijn, of ga je dan... Ik denk meteen. dat Lemina en Aubameyang zijn nu wel van zo'n extreme kwaliteit zijn. Ze zijn ook de kapitein en de onderkapitein. Ik denk dat die sowieso zullen starten voor Gabon. Uh, ze spelen tegen Ghana ook. Dus. Ja, ze moeten wel eigenlijk. Maar zij hebben drie punten, Ghana heeft er nul. Dus die Ghana eigenlijk dat moet komen. Um, dus ik denk dat zeker met Aubameyang, Is hij nog snel? Ja, hij ja, heeft nog wat die is. eerste. Abamayan op de counter. Maar het is niet, dat waar ik een beetje jammer vind op deze afkondiging. En ik denk dat is gewoon door vermoeidheid. Maar we zien die spelers echt nog volledig doorlopen. Dus zo van, ze worden diep gestoken. En dan is het toch zo even van oké, okay, we wachten tot er aansluiting is. Ik vind dat er veel keepers ook hoog staan gewoon. Ja, Ik ja, denk dat er veel keepers. Uh... Omdat iedereen ook met hoog. Ja, nee, dat klopt niet. Nee, klopt, maar, maar, klopt maar, niet. Ik snap ik al wel zeggen. Ik snap je al zeggen. Ik merkte ja. dat Gambia in hun eerste wedstrijd ook gewoon heel veel counters had die niet konden worden uitgespeeld, omdat de keeper net zo hoog stond. Ja, maar, ik als... moet wel zeggen, ik ben, ik ben tevreden van het niveau van keepers op dit toernooi. De eerste wedstrijd was ik heel negatief over Rondana. Vandaag nee, maar inderdaad, het... gaat hij bij de overheid, vind je? Niet helemaal. Maar oké, okay, bon, als je zegt van hij heeft inderdaad een x aantal maanden of, of, ja, of een jaar, jaar in de jaar veel mee, kunnen spelen. Ik vind het nog steeds wat excuus, maar ook we, we kijken erover. Inderdaad, de algemene kwaliteit van keepers op deze afkomst is wel beter ja. dan de vorige jaren. Mm -hmm. Want we hebben vaak gezien dat bij de vorige afkomst dat er een bal recht op de keeper getrapt getrapt. Er werd, voor, er werd ja. vroeger veel meer geblunderd. Dus, uh, oh, dus nu, we hopen dat er in ieder geval uh, wordt Ja, inderdaad, het, gewoon het overal, de overal kwaliteit is ook gewoon helemaal gestegen, vind ik. Yes. Bon, dat is het voor de uh, afkomst. Ik denk dat we. Als we in die om te bespreken? Uh, we hadden uh, twee wedstrijden gisteren vandaag en twee uh, ah, wedstrijden morgen. morgen. Okay. Tenzij je nog veel hebt te zeggen over Malawi tegen Zimbabwe? Uh, niet per se, niet per se. Maar uh, ja, okay. Marokko Komor even nog een pronostiekje. Jij zei 2-0? 2-0. Marokko Komor 0-0. Ik vind het met Komoren. Goed is een echt nooit. Jullie ten tenminste uh, één puntje, dat ze niet meer 0 punten terug naar huis moeten. Ah, wel. Ja, ik vind een 0-1 en Marokko gaat tegen Gabon dan wel. Uh, wel 4-0, Marokko statement. Maar niet overtuigend. Hij wil altijd saus. 4-0, maar niet overtuigend. Wij 4-0, maar niet overtuigend. Of hoe ver t'n volgende. je of zo. Dat de dat je komende moe zijn? Of ja, ze gaan eens doorblazen, snap je? En wie gaat er scoren? Oeh, Bouffal, vier keer. MDR. Ja. Nee, ik denk. Uh, wie is een spita of in de serie, meisje ge je geblesseerd? Nee, nee maar die guy. In de laatste wedstrijd tegen Gama starten ze met een voorhoede van. Ze stopten zo in. Ik weet nog, want elke maar ik was bos, want er stond een zeven van AZ Alkmaar in de spits. Zakaria caria van AZ Alkmaar. spits van ja. 21. Bom, maakt niet uit. Ze gaan vier nu winnen, maakt niet uit. Um, Actua, dus we hebben al uh, gesproken over de gouden schoen. Yes. Uh, Chris Wood, ja, want we praten alleen over toploegen. Uh, Chris mm -hmm. Wood van Burnley gaat, uh, pause by the way, gaat naar uh, Newcastle. Oh, <laughs> ah, pas. wel, hè? Ik snap, ik snap de transferrechter. We hadden er straks al een beetje de discussie, ja. maar ik snap wel. Uh, Newcastle staat 19e en uh, hij komt van uh, Burnley, staat 18e. Ja. Uh, ook op 17e staan nog op twee punten. Uh, de nummer 17 stond nog op twee punten. Dus uh, ik snap de transfer. Dus iemand die de voorbije vijf jaar altijd meer dan tien doelpunten heeft gescoord in de Premier League. Dus die is het gewend om in een ploeg te spelen waar daar vrij weinig um, ja, voeding was, zeg maar als spits. Dus uh, ik denk in Newcastle die intrinsiek eigenlijk nog wel een, een savat ploeg hebben, mm -hmm. het komt er gewoon helemaal niet uit dit jaar. Ik denk dat hij daar kan van profiteren en dat dat ook gewoon een paar punten rechtstreeks van Burnley zijn die eruit gaan. Mm -hmm. En ik denk ook dat dat iemand is die naar de toekomst toe, moest Newcastle toch. Die miljoenen gaan uitgeven, zoals dat we misschien een beetje hadden gefantaseerd in het begin. Ja. Is dat misschien wel iemand die, die kan inzien dat hij toch de tweede spits zal worden als er, als er een grote spits wordt gehaald? Hij heeft getekend voor 2,5 jaar en het dacht dat het een onderhandeling was, maar het was een release clause dat werd getriggerd. Dus dan begrijp ik wel dat het weg is. Ja, ik snap het. Want ik zou als Burnley zijnde, dat zou echt een domme move zijn, dan moest je hem nu laten gaan. Ja. Um, ja. Maar ja, oké, okay, een release clause van 25 miljoen. Pond, dus dat gaat ongeveer uitkomen op een 32 miljoen euro. Um, is het een goede transfer voor hemzelf? Ik vind van niet. Want hoe dat Eddie Howe moet spelen, gaat nooit passen met de stijl die je hebt met Chris Wood. Um, Déjà, je hebt hem als Almiron en uh, Maxime. Maxime. Dus ik weet niet wie dat die voorzet gaat geven. Maar oké, okay, we gaan het we gaan, we gaan, we gaan testen. Misschien met Richie op de wing, op, uh, overlap, kan. Mm. Uh, maar daar blijft het dan ook bij. Uh, maar ik vind, uh, als Newcastle zijn uh, Um, dus je hebt een coach gehad met een bepaalde speelstijl die je voetbal aan het voetbal wil brengen. Dan ga je een target speed brengen. Oké. Okay, um, nogmaals, ik zei, je hebt 300 miljoen, alleen zo gezegd als budget. En je dropt 15 miljoen op uh, Chris Wood. Nou, Chris Wood is toch, is toch goed met de voeten? Maar het meeste doelpunten ja, hij scoort, een is met zijn kop. Ja. En ja, welke ploeg zet hij? Bij Bernie? Like, allah, dus ik weet niet waarom dat die transfer wordt gebeurd. Allah, zoek gewoon een spits ergens in de 1 die misschien goed kan prikken. Oké, je wilt iemand daar Premier League proven is, dus ik snap dat wel, maar... Het is transfer... denk ik ook... Ik denk niet dat er veel spitsen zijn voor die prijs, die prijs, die ik zelf zo snel kan aanpassen aan... Nee, klopt hè? Want het is nog steeds de premier. Maar dat past niet bij de stijl. De stijl ligt helemaal niet hoe Chris Wood speelt. Helemaal niet. Hmm. Hoe dat Eddie Howe speelt, helemaal niet. Is dat misschien een paniektransfer? Ik denk dat dat niet een transfer is van Eddie Howe. Ik denk dat echt niet. Ik denk dat gewoon Bernie hun uh, finan uh, financieel. Newcastle. Hun sportief directeur heeft gekeken van ah oh, we hebben een spits nodig die scoort. Newcastle. Die, ja Newcastle sorry. Uh, mijn spits, omdat dat scoort. Uh, niet, ja, het moet een makkelijke haalbare spits zijn. Dus we gaan hem pakken. Ja, dan kan je niet zo goed. En die krijgen we gewoon weer al terughalen voor de vierde keer. Als je zo'n type spits terug wilt. Dat is waar. Ik denk, voor mij, het maakt zin omdat ze direct het concurrent zijn. Ik snap dat. Ik bedoel, maar lange termijn ook zie ik het ook niet. Tweeënhalf jaar ook, dat is zo van... Mm. Nee, maar ik bedoel, ik, uh, ik herinner mij, en dat, dat lijkt er misschien helemaal niet op. Maar uh, Higuain had bij Napoli een afkoop van 94 miljoen. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen het erover eens was dat hij geen 94 miljoen waard was. Maar Juventus heeft die getriggerd om te zeggen, van kijk, Napoli, Napoli was op dat moment de eerste concurrent om het jaar daarna hun voor de titel te vuren aan de schenen gaan leggen. En zij hebben gezegd van, 94 miljoen is ons die titel waard. Maar en hij was, hij was bij Juventus, ça va. Hij, hij was geen topper, dat was niet de topper die hij daarvoor die was. Die hele Saudi takeover zeggen ze van, ja, we aspireren om op lange termijn top 8 voetbal te halen in de Premier League dan denk ik dat je wel eerst inderdaad niet... iemand nodig hebben die dat je in de premier league ja, kan maar houden. Dat, je koopt iemand die één plaats boven nu staat. je koopt iemand van de ploeg dat één plaats boven nu staat. dus jij zegt eigenlijk, ja we willen dit jaar dit jaar is het overleven. We dit jaar voor de 16e plaats. ja, ik denk ja dat dit jaar, de, jaar ja, is het overleven. Al, al, al een betere spits dat je op drie jaar tijd veel meer kan uithalen dan Chris Wood. Welke je, zin, dan welke... Chris Wood gaat nu naar een maanden oplossing. Ja. maar welke spits gaat er nu komen en zoiets hebben van ik ben zeker dat we volgend jaar premier league spelen. kijk, nu op dit moment zou ik zeggen, oké okay, haal een Dominik van uh, Bournemouth. Waarom? Hij heeft er al mee gewerkt. Uh, maar oké, okay, Bournemouth voetkampioen speelt, ze dus gaan niet makkelijk vertrekken. Ik snap dat. Dus het kan zijn dat ze terug gewoon in dezelfde plek ja. komen, dat is het in inpassen, niet passen. Maar er zijn zoveel spitsen in de Premier League, daar denk ik meer kwaliteit hebben of bij de championship zelf, die u dan wel dat jaartje nog kunnen... Zou so, een Batshuayi hebben gepast? Ja, maar dat is wat ik zei, een Ik kon... Ik snap niet wat de fuck die guy doet in fucking Turkije, broer. Bro. Sorry dat ik twee keer... Als hij zijn zichtrekening ziet, dan ga je dat jas. waarschijnlijk, Ja, waarschijnlijk. Maar gewoon, als ze worden uitbetaald in Turkije... <laughs> ja. uh, Arsenal vandaag verloren tegen Liverpool... Ah, nee, wat ik? Arsenal <laughs> vandaag gelijk gespeeld tegen Liverpool, maar hebben verloren tegen Nottingham Forest. Goed, even <laughs> tegen jou, tegen <laughs> die zijn trash. Maar, Shaq, had toen die een rode kaart. Wat is jouw uh, gedachte daarop? Ik denk dat iedereen mijn gedachten weet. Laas, we hadden hier een discussie met Alex. Die was aan het zeggen, ja, maar die zijn altijd op banter. Zijn altijd tegen hem, die tijd. Ik zei dat. Zeg, ik dat jij dan? Ja. Alex heeft ah, ja. ook uh, Jacka. Ah ja, dat was tegen u, maar ja. dat is het bewijs. Ik ja. denk, ik heb je ook laten zien hoe dat die rode, rode kaart ja. uh, is gekomen. Ik zeg gewoon, dat is het bewijs, dat is zo van... Dat is de tackle die ze bij NPO dachten dat ze in Afrika konden zagen. <laughs> nee, maar dat is gewoon, ze hebben dat zo weer. Broer, het is 0-0. Als jij gewoon normaal deed, dat het moest, het moest, het moest niet. niet. Nee. 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 En is zo van hoe is hij van jullie kapiteins niet. Die jongen is niet slim, hè? Wie nu nee. ja, is nummer één kapitein. Bij mij niet meer, hè? Ja, een liberale verhaal met kapiteins, maar het is begonnen, eerlijk gezegd, dat is begonnen toen jullie. Nee, nee, nee. Toen jullie Thomas normaal kapitein heeft gegeven en hij, was, hij speelde nooit. Toen was dat voor mij begonnen. Dat is blessure, no? Ja, maar hij speelde nooit compagnie was ook kapitein bij City en hij is ook vaak geblesseerd. Hè? Ja, maar compagnie was wel daar zo belangrijk geweest. Vermaal was daar nooit. Maar oké, okay, daarna. Kun je niet, Missie heeft toch eens een keer bijna in zijn zak gestoken? Shit. Dat is <laughs> <That's laughs> toch waar? Nee, ik begrijp het niet. Ah, ik weet dat niet, man. Ik, ik zeg het eerlijk. Van dingen zoals die. Aubameyang, bij mij snap ik? Ja. Want het mooie, je moet toch wel voorbeeldig zijn als kapitein. Om jij een figuur? Ja, maar dat is, ik snap ook niet dat hij kapitein. Ja, ik, ik snap niet waarom jullie zo'n type als kapitein pakken. Maar wie, wie in die ploeg is een kapitein voor u? Xhaka? <laughs> ja, dat is echt al genoeg. Wie in die ploeg is voor jou de kapitein? Wie ons als jij morgen als coach, coach wordt aangesteld bij Arsenal, wie is de kapitein? Benoit. De guy die liep je gecoacht voor 50 miljoen of hoeveel? Ja. Van Brighton. Ja. Oh, ja. Ben, of, of nee, Tierney zelfs. Je begint. Ah jawel, Tierney. Tierney. Zal ik hem pakken? Hij is ook kapitein. Nee, nee, hij is niet kapitein. Hij is onderkapitein. Nee, ja. hij is kapitein bij Schotland. Hè? Je ja, wij, ja, bij Schotland wel. Nee, party is... of zo. So? Hmm? Party. Nee, Portis. Maar nee, is ook altijd Zeker binnenkort? Nee, te jong, uh, te nee, jong. Nee, binnenkort heeft toch geen attitude. Elke of zei, of ik zal de zit pakken, he man. Hij is, is de eerste die nog een beetje serieus is. Hij is de enige... Hij was over ancien bezig, hij is een ancien. Maar verder heeft er niks. Snap toch? Bon, fuck Arsenal. Laatste actueel puntje. Ronaldo heeft een statement gemaakt over jongsters van tegenwoordig. Hij zei van... Hij zei van, kijk, ik speel al zo lang voetbal. En vroeger, toen ik jong was, uh, kwamen ouders veel tegen mij zeggen: Van ah, dit moet beter. Dus ik luisterde gewoon en ik pakte dat aan als uh, uh, werkpunten. En nu, uh, met de jongens van tegenwoordig, ja, ze willen niet luisteren. Kunnen niet, ja, niet met klappen met die jongens. Ja, je kunt niet met hen praten. Dus hij zei dan ook: zo van, Oké, okay, ja, als je niet wilt luisteren, doe dan gewoon je job. En zorg dat je gewoon on point bent, snap je? Ja? En nu, Wat hij wou zeggen was: Fuck Mason Greenwood en Greenwood Christian. door! <laughs> Rashford for door! <laughs> dat is inderdaad wat hij wou zeggen. Maar het ding is. Uh, iedereen zegt van ja, jongsten van tegenwoordig zijn soft, want ze willen niet luisteren. Maar is het dan soft zijn of koppig zijn? Uh, ik denk koppig zijn. Ik, vooral... ik heb niet het gevoel dat de jongsten van de tegenwoordig soft zijn. Wat me vooral opviel aan dat interview was, dat... ik heb uh, in de laatste drie, vier jaar bij Real Madrid vaak gedacht, van dit jaar is, is het over Ronaldo. Dit jaar is hij echt oud. Maar door dit interview weet ik, hij is officieel oud. Deze man is officieel oud. Vanaf dat je begint te zagen over, over jongere generaties, dan ben je oud voor mij. Of voel ga wortels wortelsoep in november of dus zo? raar, Of dan ben je oud voor mij? hè. we 37, hè? You're 37. En dan als brengen naar, uh, naar de WK voor de laatste keer. I love you. Hij is drie jaar jonger dan maar, Andy, of Heb jij het gevoel, Andy, uh, dat deze generatie. Alja, want ik, had, ik vind het jammer dat Alex er misschien niet bij was vandaag, maar. Heb jij het gevoel dat jongsters van tegenwoordig. Gevoeliger zijn. Heb je dat bij jullie, bij T-Pirates? Ja, maar het ding is, de leeftijdsgap is niet ja. super groot, snap je? Maar ik zou zeggen, um, gevoeliger. Ik zou niet gevoelig, Nee, ik vind het wel niet. Vind je het, ja, Mike? Ja. Ja? ja? Ah, ik wil je take erover. Ja, ik, vind, ik vind dat ze. Ik denk, ik ben vanzelf de mening met jou, dat ze zijn gewoon koppig. Ja? ja. Ik vind gewoon dat iedereen, wilt wil nu zo tonen van attitude en zo, snap je? Ik denk dat dat zo mee heeft gespeeld met, met heel social media gebeuren. En wat ik ook vaak zie is dat. Uh, ah, want jij wil het ook met young guys eigenlijk. Praten. Ja, maar ik ga niet over mijn young guys praten. Maar wat ik wel veel zie nee, nee, nee. In, in het algemeen in het Belgisch voetbal is dat er heel veel uh, jonge kinderen, echt kinderen, al makelaars en managers hebben. En iemand die, die hun schoenen moet regelen en iemand die hun Instagram-pagina moet regelen. Ik heb zoiets van: bro, je bent soms 10, 11, 12 jaar. Je vader hoeft geen Instagram-pagina voor u te maken. Als je niet. Snap je, ik kan dat snappen bij een, bij een Ryan Bouida van, van een ander licht, want die is gewild door heel Europa. Maar ik heb zoiets van: als jij bij de, bij de provinciale U16 uh, speelt van sint truiden heb je geen makelaar nodig. Je hebt niet iemand nodig die, die voor je schoenen gaat regelen, die, iemand die voor je sponsor contracteert. Of, focus je gewoon op. op de, dat is, dan ben ik wel meer Ronaldo en Dan ben ik ook oud, hè, maar dan ben ik wel zoiets van: Focus je op voetbal. Want déjà. Je Meestal zijn dat ook de, de jongens die niet de grootste voetballers gaan worden. Maar dan heb je de vraag. Hè? Wacht, Tim, wat is uw mening daarover? Het is heel moeilijk om op zo'n korte termijn dat helemaal te unpakken, om het zo te zeggen. Ik denk dat dat een, een onderwerp is waar je een hele episode rond kunt maken. Okay. Um, kort gezegd, um, Ronaldo, net zoals LeBron, ieder 37, hun 37 is niet meer de 37 van 10 jaar terug. Mm -hmm. Ik denk dat Ronaldo gewoon heel hard een winnaar is, dat hij Just voor dingen is streeft en dat hij dat niet meteen herkent bij een heel hoop jonge gasten. En ik denk dat daar gewoon de klas zit. Maar wat hij niet moet doen, is dat in de media uiten. Dat moet gewoon in de lockerroom blijven. En dat moet daar die mannen motiveren en daar ook winnaars van maken. Ja. Ik denk soms wel dat het um, een effect kan hebben. Ik zie dat met veel trainers ook. Uh, veel trainers zeggen ook altijd van, ik bescherm mijn jongens in de pers en ik bash die in de kleedkamer. Maar ik denk dat het wel een, een shock-effect en misschien een... Zeg maar, hoe zeg ik? Het kan niemand wakker schudden ja, het is om het even... wel eens gewoon te zeggen in de media. Wetende dat die persoon weet van: ik ga me aangesproken voelen en ik weet niet of dat Rashford of Greenwood of zo is. Hè. Ik ben nu maar aan het lachen, want uiteindelijk ik weet ook niet waar je ja, onderlinge relaties zijn. Ik je denkt wel dat het over die twee in, in, in het. Ja, ik bedoel, het kan ook gaan over een paar beloftespelers die soms iets mee trainen waar hij het niet van merkt of zo. Hè. Mm -hmm. Dus op dat vlak kan ik niet beoordelen van: gaat het over die speler of die speler. Maar ik denk wel als het al zover komt dat als een, een, een doorgewinterde prof als Ronaldo. Zo'n ding in de pers zegt over een ploeg waar hij uiteindelijk. Net bij niet is. de club waar hij net is, maar in deze ploeg ja. zit hij pas net. Dan betekent dat toch wel dat er iets serieus mis is. En het is niet de eerste keer dat we bij United zo'n ding horen, denk ik. Ik vind het moeilijk, want ik denk ook dat het we wel gaat over Greenwood en Rashford. Maar ik denk ook zo van ja, die boys hebben het wel geschopt op tot die niveau, omdat zij wel een bepaalde soort van dedicatie hebben en een bepaalde soort van ja, inzet naar de sport toe hebben. Natuurlijk, ja. Ik ken als Ronaldo ook niet verwachten dat iedereen dezelfde soort input gaat geven in de sport um, als hij zelf. Maar ik, ik, mij is het gewoon heel hard dat, dat er vaak naar deze generatie wordt gekeken van, ah jullie zijn soft of, of uh, ja jullie pakken niet graag kritiek aan, ja maar. Nee dat is typisch van, uh, van generatie op generatie. In hmm. welke ambitie is denk je Ronaldo naar Menu gekomen? Om een trofee te pakken. En dat, dat gebeurt niet, dat klopt maar ik denk, denk dat je dat niet in twijfel kan stellen hoe hard dat iemand zich inzet Want ik denk in tien de, in, in interviews zijn ook zo van met Manchester United minimum top drie en, en daaronder mag dat niet nee maar dat klopt dat hij zo maar dat hoort, dat hoort ook ja zo. en er dat maar mij doen dat gewoon, gewoon altijd zo van waarom moet waarom moet er altijd als iemand niet moet luisteren, aan hij is gevoelig hij geen kritiek op pakken bro dat... Maar dat is iets typisch van generatie op generatie. Hè? Dat, is, uh, dat is iets heel hard. Ik bedoel, maar ik, heb, ik ben dat vaak dan... met de generatie voor ons. Of voor ja, mij, maar zij gaan dat ook hebben met hun al. Dat zeggen van jullie ah, zijn soft. Nee, maar, bro. Ik wil ik... soms wil ik gewoon jouw shit niet horen, man. Laat me maar rusten. Oh. Maar ik denk dat dat is exact iets. Ik denk dat dat juist hun probleem is dat je zegt van ik wil niet horen. Terwijl dat Maar waarom moet ik. Die... Oké, okay, Ronaldo zei ja. Maar waarom moet ik naar jou luisteren? Ben je mijn coach? Nee. Ronaldo, als Rand Ronald tegen mij zegt, hmm? ik luister. Ballon door, A, B, ABC. Klaar. Nee, maar ik wil wel dat maar je... stel je voor, sorry. Hè. Ik zeg maar iets. Hè. De derde spits komt. dat mijn 36 jaar haad tegen mij zeg, je moet zo. Ik kan zeggen: Broer, wie bent jij man? Ik, ik, ik weet, wel weet wel toch de... wie. Ah, ja, het is niet om ego te doen. Hè. Maar zo van, ik ben toch hier geraakt door mezelf. Ik dus je wel waarom ga ik alles geen... moeten doen wat jij doet? Ik weet wel dat je in een team kritiek van iedereen moet kunnen accepteren. Klopt. Ik maar denk niet goed. dat het mag zijn dat, dat je kritiek. Dezelfde kritiek van één iemand accepteert en niet van een ander. Klopt, maar dan mag je dat niet zijn: ah, jullie werken niet hard genoeg, want ik werk hard. Nee, dat mag niet je argument zijn. Denk dat Ronaldo ook niet. Nee, uh, nee, maar Ronaldo, ik zal nooit iets zeggen, denk, maar dat moet gewoon onderbouwd zijn. Maar denk, mijn, je, uh, denk je dat iemand als Ronaldo objectief kan beoordelen over iemand anders zijn input, want die is zelf zo geobsedeerd met winnen. Ik merkte dat met Michael Jordan ook bijvoorbeeld in zijn, in zijn uh, documentaire. documentaire: dat hij gewoon tegen anderen zei van, ja, jullie, jullie werken niet hard genoeg, maar. Like, Sommige mensen zijn misschien gewoon oké okay met de Steve Curtis en die twee van de drie keer wint en de derde keer niet, maar wel gewoon niet geobsedeerd zijn met winnen. Terwijl er andere mensen, zoals een Michael Jordan en zelfs een Scottie Pippen op het moment, had ik ook zoiets van elke keer als die op een... Uh, die Scottie Pippen, uh, Dennis Rodman. Die kon wel zwaar uit, maar op het moment dat hij op het veld zat, was die ook zo geobsedeerd en die liep altijd van voor. En ik denk dat dat misschien... Dat is misschien iets wat je psycholoog moet onderzoeken, maar dat heeft, dat heeft misschien Ronaldo ook gewoon in zo'n dergelijke mate, dat die met een andere, gewone prof dan, zeg maar, misschien niet altijd hetzelfde gaat kunnen functioneren. Oké, okay. en dan is het laatste ding dat ik erover wil zeggen, is van, maar misschien is uw approach van zagen op een jongster niet de juiste manier. Zo van, door te blijven van zeggen van, ah, je moet daar weer, Bro, soms moet je gewoon even met een guy vijf te praten, van, yo, wat is er aan de hand? Mm. Gewoon een andere approach, snap je? Maar denk, de generatie voor ons, of voor mij, denkt van, ah, omdat als ik op hem ga roepen, want zo heb ik dat vroeger ook gehad, gaat dat tot hem doordringen. Maar nee, inderdaad, elke generatie verandert. Zij pakken dingen op een andere manier op. Als iemand tegen mij zaagt op training, ik roep terug, want ik kon dat niet zo horen, snap je? Als je dat tegen mij normaal komt zeg je ga luisteren. Maar iedereen heeft een ander soort karakter, snap je? Mm -hmm. Daarom, waarom Clash Mourinho vaak met spelers is, omdat ja, hij heeft één soort behandeling voor alle spelers, en ja, dat pakt niet op iedereen, snap je? Daarmee, ik vind het altijd gewoon, als ik zo'n dingen hoor, en Ronald heeft gelijk, maar als ik het dan zelf meemaak, of, of ik hoor vaak mensen zeggen van ah, deze generatie is A, B en C, nee. Ik denk dat ook, Check jezelf eerst. Het is ook te simpel om dat op een hele generatie af te steken, denk ik. Ik denk niet dat er een generatie is die luier is dan een andere, want ik denk, en dan kunnen we het zelfs los van sport hebben over politieke en sociale en ecologische zaken, kunnen wij ook zeggen dat de vorige generatie veel heeft gepest en dat de vorige generatie ook op ons en die noemen we ons ook lui. En ik denk dat er zoiets is van, het is altijd... Dat soort groeps, denk je, dat mensen hebben van het is altijd wij tegen hun. Misschien mm -hmm. een laatste vraag hierover, Brian. Two. Zou jij Ronald als coach willen hebben? Als coach? Als coach. Nah. Wat voor coach? Hij gaat als een Ja, clubcoach? Hij ah, gaat ah, als een ja. Rio worden. Waarom niet? Ja? Gil Nou, Hij nah, gaat als een Rio worden als coach. Team, zou ik... jij <laughs> Ronald als coach willen hebben? Ik denk ook, der, uh, Zidane is niet, natuurlijk wel coach, maar bepaalde. Jordan moet ook nooit coachen, denk ik. Nee, die waren te goed. Die snappen niet dat je niet zo goed bent. Weet je wat? Ik heb dat, maar dat bij Henri. Nee, ik Bro, Henri altijd, bro. Die speelt, die speelt met jongens die niet zo goed zijn als hem. En die is boos dat die niet zo goed zijn als hem. Bro, je kan niet verwachten dat mensen zo goed zijn. Als dus als eigenlijk man. gewoon average players en de beste coaches. Dus, dus, dus. Steven Gerrard is geen harde voetballer geweest. Dat is niet wat ik heb gezegd, maar als jij dat er aan moet maken, dan sluiten we op die noot af. Steven Gerrard is man. geen harde voetballer geweest. Jordan Henderson. Is the greatest Liverpool legend, uh, captain ooit. En Steven Gerrard was een basic voetballer. Daar gaan we het afsluiten. Ah, en we zijn kwalibro. bro. je? Onthoud dit. Dat is kwalibro. bro. Alles kan ook draaien. Wat ik Kijk naar jou. Dat is kwalibro. Ik hoop dat we tegen Tunesië komen. Ah, ook weet niet hoe. Bro. Dat kan alleen in de finale, we hebben al gecheckt. Dat is weer? We, we waren de check checken. Ja, we <laughs> <weten>. <laughs> kan alleen in de finale, dus het kan niet gebeuren. Sluit me af, joh. Uh, Oké, okay, ik zou zeggen, dankjewel om te kijken naar onze afcon show. Morgen zijn we terug. Uh, een Beetje meer uh, oh, okay, animatie. Doe iets, doe iets, doe iets, doe iets. random die drumshit die je altijd doet op zondag. Doem, 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 doem. Ik weet niet, man. Ah, slij. Oh. Ik weet niet, man, ik heb niks. Nee, hey, Brian, doe maar, doe maar. Fiet hè? Voet niet aan de Jojo, doe jij, doe jij, doe jij. Maar Brian, dank je dat jij er was. Andy, dank je dat jij er was. Tim, dank je dat jij die hele dag met ons bent meegeweest. geweest. Uh, dank je wel voor het kijken naar de oh ja, Afcon-show. Ik moet ook zeggen dat ze om te checken. Hè. Ah ja, kijk. <laughs> Stop met die man te onderbreken als die nou toch. Ik en Alex waren op tv omdat wij Afconkinder zijn. <laughs> we, hebben we, hebben we, hebben we hebben gepraat uh, bij de mensen van, uh, van M van NPO. Hebben gepraat over de Afcon. Over uh, de tackles die erop de afkom worden gegooid. Over uh, de droppen waaruit de voetballers komen. En uh, dat Salah de beste speel van Cameroen is. En uh, Salah de beste sala speler van Cameroen. Uh, verder uh, wil ik jullie allemaal bedanken. Ik ben Alex. <laughs> Tot de volgende. Nee, ik ben Alex. Alexander Tomas. <laughs>